Goedendag allemaal. Nou, het is het tweede filmpje. Wederom in het Nederlands. En ik denk dat ik voorlopig maar lekker in het Nederlands door blijf gaan. Ik kreeg een aantal vragen over de shaker. De Inked Soul Tattoo Vortex Shaker. Het is een van de goedkoopste shakers, Vortex Shakers die er te koop zijn. Ik heb deze ook geloof ik via Ali pak gekregen. Was €22 of iets in de geest, inclusief verzendkosten. Dus ja, weet je, daar kun je het nog een keertje voor doen, om een gokje te wagen. Het ging vaak over, joh, hoe werkt dat dan? En wat gebeurt er dan als je zo'n ding gebruikt? Want ja, een shaker, wat gewoon iets heen en weer gooit, dat ken je wel. Maar dit, ja, je ziet alleen maar wat trillen. Wat gebeurt er? Nou, ik ga een filmpje maken waarin dat in ieder geval duidelijk is. Ik heb hier een flesje water, zit verder niks in, alleen water. Zal ik even dichtmaken. Een dopje erop. En dan laat ik zien wat er gebeurt met alleen water erin. Ik zet het alleen maar gewoon zo op. Houd het dopje vast en ik druk hem zachtjes naar beneden toe. En dan zie je hem al bewegen. En als je goed kijkt, ik weet niet of dat echt heel goed op beeld komt. Maar dan zie je eigenlijk in het flesje al een draaikolk ontstaan. En een beetje schuin houdt, komt er veel meer trilling bij. Haal je hem gewoon recht overeind, dan heb je eigenlijk gewoon in het midden een draaikolkje omhoog. Dan hebben we natuurlijk ook altijd de balletjes. Er zit een verschil tussen één balletje of twee balletjes. Nou, ik vind het verschil wel meevallen. Waar het niet dat ik met twee balletjes altijd het gevoel heb dat als er eentje net even vast blijft zitten, het gewicht van een tweede kan helpen. Vergeet niet dat glazen bolletjes een stuk lichter zijn dan de metalen bolletjes. Alleen bij metalen bolletjes heb je altijd weer het risico dat een balletje gaat roesten. Ja, als je niet de goede hebt. En ja, de echt goede vind ik dan weer gewoon te duur. En glas is dan wel een stuk veiliger. Ik zal het eerst met één balletje laten zien. Wel erin gooien, dat helpt ook wel. Ja. Het probleem met glas in water is dat het natuurlijk ook niet echt heel erg zichtbaar is. Nou goed, we gaan maar kijken wat het wordt. Eén balletje, als je goed kijkt, dan kun je het waarschijnlijk wel zien, dat balletje. Ja, maar goed, je ziet het wel. Eén balletje. Ik druk gewoon alleen maar naar beneden toe. Het balletje wordt als een malle door het flesje rondgeslingerd. Dus alles wat aan de grond vastzit, dat wordt op die manier losgegooid. Nee, je zag het, balletje dat draait nog even door. Een tweede balletje versterkt dat effect alleen maar. Dat zal ik ook even snel laten zien. Had ik misschien even iets beter kunnen voorbereiden met een tangetje of zo. Maar goed, het is gelukt. Tweede balletje erin. Nu zitten er twee balletjes in. En ik druk hem er weer op. En je ziet het gewoon in het water. Het beweegt als een malle. En ik vind twee balletjes gewoon, al is het alleen maar voor mijn gevoel, een stuk beter werken. Een paar voorbeelden. Ik heb een wat groter flesje hier. Je ziet duidelijk dat deze varnish lek. Dit heb ik uit mijn voorraadbox gehaald uit de garage. Daar heeft het zeker een 10, 15 jaar misschien wel gestaan. En toen ik weer begon met Warhammer, kwam al mijn verf erbij. En daar zat onder dit flesje in. Geen idee of dit nog verkrijgbaar is, dit merk. Dat weet ik echt niet. Maar goed, je ziet duidelijk dat dit wit is en dat nog, ja, melkje doorzichtig. Ik heb hem een beetje bewogen. Dus kijken wat er gebeurt als je hem op de shaker zet. Je
zit aan de bubbeltjes in de hals. Dat als een malle aan het ronddraaien is. Maar blijkbaar is zo lang stilstaan ook voor dit verhaal best wel een drama. Draai hem om. Nou ja, ik kan niet anders zeggen als dit ziet er gewoon volledig en compleet geshaked goed uit. Dus 15 jaar stilstaan, no problem. Iedereen kent wel de technical kleur van Citadel Tesseract Glow. Doe het altijd, al zet je het een uur weg. Je hebt al die separation, dat zit er al gewoon gelijk in. Dus kijken hoe snel dat gebeurt. Moet opletten. Zal ik wat zeggen? Voor mij heb ik hier geen balletjes. Ik heb hier geen balletjes in gedaan. Nee. Zal ik hier eens even balletjes in doen? Dat zou zomaar wel eens kunnen gaan helpen. Eén, twee... Twee balletjes. Niets meer aan doen. Dat is volledig geshaked. De Celestra Grey. Je ziet het gewoon van kleur veranderen. Het is echt bizar. Ik zeg heel de Screaming Skull, nou, staat alweer even stil. Separation is overduidelijk. Niet aan toe te voegen. Duidelijk. Je hoort de balletjes. Oké. Ja, wat moet ik wel zeggen? Ik bedoel, het is overduidelijk. Vind ik tenminste. Ik bedoel, dit is een shaker waar je gewoon echt heel blij van wordt. Ik word heel blij van. Die Vortex, dat draaikolkje, dat pakt echt alles beet. Je hebt er balletjes in zitten die enorm helpen. En geloof mij, de zwaardere zullen ongetwijfeld makkelijker werken, beter helpen. Maar je hebt twee glazen balletjes zijn vele malen goedkoper als zo'n metalen balletje. En doen ook gewoon datgene waar ze voor bedoeld zijn. Dat is het losmappen van de verf van de bodem. Ik zeg kind kan dat wel eens doen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. En...
Zeg, kijk er eens naar. Het ding is echt niet duur. Er zit gewoon geplucht erin. Er zitten mooie voetjes onder, zodat je op een tafel goed strak blijft staan. Zeg, doe je er voordeel mee. Groetjes!